10 december is het 50 jaar geleden dat de Zwitserse theoloog Karl Barth overleed. En Karl Barth is volgens velen de belangrijkste protestantse theoloog van de 20e eeuw. Waarom is hij zo belangrijk? Omdat hij heel consequent en heel radicaal dacht vanuit het anders zijn van God. Hij is de theoloog van het tegenover, van de alteriteit. Wij kunnen God niet kennen, we kunnen God niet bedenken. God kan alleen zichzelf laten kennen. Dat heeft hij gedaan in de openbaring, in Jezus Christus, die, zoals Karl Barth zegt, zenkrecht van oben, loodrecht van boven komt. En dat uitgangspunt maakt het voor Barth mogelijk om alle vergoddelijkingen van dingen in onze samenleving te bekritiseren. Dat deed hij in zijn eigen tijd, in de jaren 30, met het nationaalsocialisme, dat volk en vaderland vergoddelijkte. En dat zou hij in onze tijd waarschijnlijk doen met de vergoddelijking van het kapitaal, van het geld, de vergoddelijking van de vrije markt, de vergoddelijking van het zelf, zoals in veel eigentijdse vormen van spiritualiteit, of de vergoddelijking van eigen volk eerst. En dat maakt Karl Barth nog altijd een actuele theoloog.